Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. Ik ben Gaddy. Ik ben Vince. En de komende dagen zitten we in quarantaine. Maar wat moet je dan doen, hè? Dus Gaddy en ik geven jullie tips hoe je de coronakantie doorkomt. Hier komen de tips. En ik ga nu iets maken dat je niet in de buurt bij mensen komt. Dat ze 1 meter, 1,5 meter, hoe lang? 1,5 meter van ze afblijft. Met dit. En een zaag. Bryson had een eigen mondkapje gemaakt. En aangezien alle mondkapjes zo wat weg zijn, dacht ik, laat ik er ook maar een maken. Ik weet niet hoe Bryson het gedaan heeft, maar ik vind het vast wel mooi. Dan moet dit zo. En dan is dit veel te klein. Kut. Moet langer. Dan heb je dit. We beginnen met dat je de veiligheidsbril op moet doen. Al eraf, het ziet er echt niet uit. Nee, ik doe het al voor goed. Wacht. Ook. Ja, duct tape. Dan doe je hem zo. Dan pak je hem zo. Je tapeje. Tape hem goed vast. En nu heb je een mondkapje. Auw, hij prikt hem. Auw. Auw. Dan doe je de tape even mooi maken. En dan leg je neer. Dat is een tip. Na al die drukte in het nieuws wil je ook nog rustig blijven zijn. Dus gaan we yoga doen. Het lukt niet echt. Door naar de volgende. Vader was niet thuis. Moeder was niet thuis. Piep zei de muis in het vooruit. Hè? Dat gaan we ook proberen. Ik krijg geen lucht door het tyfus mondkapje. Die kan ik wel. Nee. Je kon al de hele tijd helpen, maar dat deed je niet, hè? Zo. Ik vind het goed. En dan, kijk eens aan, dan hebben we een, dit is nog fucking vet ook, eerlijk. En dan heb je, huppakee, fluppakee, een rond beschermingsrodaal ovaal. Wat je natuurlijk ook kan doen, om de tijd rood, is natuurlijk tekenen. En dan denk je, wat ga jij tekenen? Nou Gaddy, we gaan een oude Gaddy tekenen. Ik ben heel bang ervoor. Hij komt hier nogmaals groot in beeld zo. Nou Gaddy, we gaan jou nu tekenen. En dan moet je zo lopen. Even serieus, je krijgt toch een zware depressie van? Kijk eens aan. Het zit helemaal niet fijn gewoon. Hangt er wel een beetje slap bij zo. Vince, wat ben jij aan het doen? Kut. Dit werkt niet. Zo. Dit is uiteindelijk de tekening geworden. Alsjeblieft Gaddy, ik hoop dat je er heel blij mee bent. Leuk dat je hebt gekeken naar deze nieuwe huiskat vanuit huis. Hopelijk heb je veel aan onze tips gehad. Nou ja, die van mij. Gaddy heeft 1 hele mooie tip en dat is 1,5 meter. Kaasje erbij. Dus mensen, hou alsjeblieft die 1,5 meter afstand. Dit was het dan weer. Doei. Doei. Oh.